Ja, wij besluiten deze mooie Cultuur in Actiedag, deze woensdag, met acteur Mike Weerts. Welkom. Dank je. Ja, indrukwekkend cv heb je. Je staat op het toneel, speelt in musicals, films. Je had een grote hoofdrol onlangs in de film Of ik gek ben. Ja, klopt. Zie je iets als een hoogtepunt van je carrière? Nou ja, Of ik gek ben was wel een project wat ik zelf geïnitieerd had. Dus waarvan ik las een boek en ik dacht, ik werd gegrepen door het personage. En ik denk, dat wil ik spelen. Die jongen wil ik spelen. En toen belde ik mijn agent en toen zei ik, hoe ingewikkeld is het om een film te maken? Toen zei hij, ja, dat is heel ingewikkeld. Toen zei ik, oké, top, dan gaan we het doen. En dat is gelukt uiteindelijk. Dat was dit boek? Dat was het boek Of ik gek ben. En daar hebben we een film van gemaakt. En dat was echt een heel enerverend project. Ja, Frank Lammers was volgens mij de regisseur. Regisseur, ja. Inderdaad. Hey, ja. En wat sprak je zo aan dat boek? Het ging een beetje eigenlijk over de pragmatische generatie. Over een beetje mijn generatie. Die zoveel voor het kiezen heeft dat ze een beetje lam slaan. En deze jongen, het was een kunstenaar die zo succesvol was dat hij eigenlijk niet meer kon genieten van dat succes. En doorsloeg in het misbruiken van drank en drugs. En uiteindelijk weer heel dicht bij zichzelf komt. En dan weer de schoonheid in zichzelf ervaart. Ah, dat vond ik mooi. En wat is er autobiografisch aan? Nou, niet dat ik me heb verloren aan drank en drugs. Maar ik denk wel dat je soms kan verliezen in dat wat je doet. Toen ik heel jong was, dacht ik... Hoe oud ben je even voor de goede orde? 38. 38. Ja, ja. Dus toen ik net mijn carrière begon ik startte met Voetbalvrouwen. Dat was een serie. Daar keken heel veel mensen naar. En toen dacht ik ook wel even dat ik een klein beetje onoverwinnelijk was. Maar dat kwam heel snel weer met mijn voetjes op de grond. Ja, we zijn allemaal niet onoverwinnelijk, blijkt maar weer, hè, in deze periode. Ja, zeker. Want wat merk jij daarvan in jouw werk? Wat is er niet doorgegaan? Ik zat midden in Hendrik Groen. Gijs de Lange was hier onlangs, was onze regisseur. Dus wij werden gebeld. De tv-serie? De theaterversie. Okay. Dus wij hebben met jonge mensen... bejaarde gespeeld. Ja. En dat was jij ook een bejaarde? Ik was ook een bejaarde. Ik speelde Even Duiker. Dat was superleuk. Ja. Maar dat stopte abrupt op 12 maart. En ik zou daarna het Pauperparadijs gaan doen in Veenhuizen. Ja. En dat is ook gecanceld. Nu staan er nog wel dingetjes in de optie en zo. Maar ja, op de vraag of dat dan doorgaat, of de financieringen helemaal rondkomen en of we überhaupt straks weer aan de slag kunnen. Dus je voelt dat wel heel concreet. Er werd gewoon een half jaar werk uit mijn agenda gehaald. En nou heb ik wel... Ik ben 3 jaar geleden begonnen met... Dus inderdaad wat ik vertel al met produceren. Dus ik heb wel een productiebedrijf waarin ik ook zelf dingen kan maken. En dat zorgt er wel voor dat ik aan het werk kan blijven. Maar het is wel een groot verschil. Ja. En hoe bezorgd ben je dan? Nou, ik ben over mezelf niet zo bezorgd. Ik ben wel iemand geweest die altijd heel actief is geweest. En ook in het ondernemerschap, in die zin. Het cultureel ondernemerschap. Maar ik maak me vooral zorgen over... De hele sector. De mensen die net in het vak zitten. Die echt geen buffer hebben kunnen opbouwen. Niet weten waar ze aan toe zijn. En ik maak me over de hele culturele sector heel veel zorgen. Omdat ik denk, er wordt maar weer bezuinigd. En ik woon in Eindhoven. Ook in Brabant zijn ze helemaal gek geworden. Ja, is niet echt positief wat betreft de cultuur natuurlijk. Nee, en dan maak ik me zorgen over mijn kinderen. Weet je wel? Die wellicht ook creatief zijn. Mijn dochter danst op het CKE. Het Centrum voor de Kunst in Eindhoven. Mijn zoon wil eigenlijk gaan drummen. En wij zijn misschien in staat om een drumstel te kopen. Maar andere mensen hebben misschien dat geld helemaal niet. Mijn ouders moesten vroeger heel hard werken. We hadden echt geen geld voor mij toen ik wilde drummen om echt een drumstel te kopen. Dus ik kon drummen omdat de plaatselijke harmonie een drumstel had die ze kochten van subsidie. En voor die mensen wordt cultuur straks misschien wel onbereikbaar. En dat vind ik echt heel erg. Want er was hier net ook een pleidooi, hè, voor dat de sfeer in Nederland niet cultuur liefhebbend is, minnend is. Voel je dat? Is dat ook wat je bedoelt een beetje? Ja, ik ben heel bang dat ze het belang van cultuur niet genoeg voelen. En dat dat is omdat het er gewoon is, omdat ze het voor lief nemen. Maar ik vraag me heel erg af als het straks er niet meer is. Dat hoor je vaker. Nu kunnen we, dat we heel dicht bij elkaar waren, namen we voor lief. Dat was normaal. Ja. En nu moeten we ineens afstand nemen. En door die afstand merken we ineens hoe fijn we het vinden om wel mensen vast te pakken en te knuffelen als ze het nodig hebben. Dus als het er niet meer is, dan merk je het pas. En ik vrees heel erg, als het er straks niet meer is, omdat het maar weggekapt wordt en wegbezuinigd, dat mensen straks in een grijs landschap staan en ineens denken, waar is de kleur? Waar is het gebleven? En dan heel hard schrikken.
Ja, ik ben een beetje stil van even. Ja. Ja, want dat is het beeld. Dat is wel het beeld wat ik... Ja, dat is heftig. Maar ik maak me daar wel echt zorgen over, ja. 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 Is er nog iets wat je zei, mijn hele agenda voor een half jaar was leeg? Ja. Is er iets nog weer bijgekomen voor de komende tijd? Nou ja, ik ben wel... Er is een kleine theatervoorstelling die in principe wel de financiën rond heeft. En daar zou ik in oktober mee starten. Maar de vraag is of dan de theaters alweer een beetje open kunnen. Ik sta een optie voor een speelfilm in september. Dat is ook de vraag of dat allemaal kan. Nou ja, en voor volgend jaar. Het Pauperparadijs wordt wel verlengd. En of in ieder geval verschoven naar volgend jaar. Dus ik hoop heel erg dat we dan weer met meer mensen bij elkaar mogen zijn. En dat er een vaccin is. En dat heel veel culturele instellingen en ook vrije producenten dan er nog zijn. Ja zeg, jeetje. Dus ja, ik roep echt de minister... Kijk maar even naar de camera. Ja, dag lieve minister. Ik roep echt op om meer steun. Wat ik al zei, als het er straks niet meer is, dan... schrikken we denk ik met z'n allen heel erg hard. Deze avond, deze mooie, bijzondere dag... gaan we afsluiten met een brief die jij hebt geschreven aan je dochter. Ja, nou ja, ik bedacht me ineens... wat nou als het 2040 zou zijn? En ik was dan een vader met een kind... die misschien droomt en verbeeldingskracht heeft. En Nederland is vergrijsd omdat alle cultuur eruit is weggesneden. Wat voor een gesprek zou je dan hebben als je terugkijkt naar nu... vanuit die beleving heb ik iets opgeschreven. Hoe oud is je dochter? 5. 5. En jij hebt het ook echt aan haar voorgedragen? Ik heb het wel aan haar voorgelezen, ja. Ja, ja. Ja, ik weet niet of ze het nog helemaal, of ze het dan helemaal begrijpt. Voor de repetitie zal ze niet slagen. Nee. Maar ik heb mijn telefoon, maar mijn printer was stuk. Dus ik ga niet dat mensen denken, wat zit die jongen op zijn telefoon te kijken. Maar zal ik het voorlezen? Ja, heel graag. Oké. Het is 2040. Een vader en een dochter fietsen door een grijze stad... Het meisje kijkt dromend voor zich uit. De werkelijkheid heeft haar weinig te bieden. Papa, zegt het meisje, vertel nog eens het verhaal van toen Nederland nog kleur had. Alweer, zegt de vader. Alweer, zegt het meisje. Goed, zegt de vader. Lang, lang geleden had Nederland nog kleur. Er werd gedanst, gelachen, gefeest, gehuild. Er was licht, er was donker, er werd geschreeuwd en gefluisterd. Er waren theaters waar mensen naartoe gingen om iets te beleven, om na te denken, te bezinnen of onbedaarlijk hard te lachen. Om even te vergeten, even weg te dromen, even te ontsnappen uit de dagelijkse beslommeringen. En er waren musea waar beeldende kunst ons in de war bracht, ons opnieuw naar dingen liet kijken, waar schoonheid een nieuwe dimensie kreeg. Waar onze geschiedenis een plek had gekregen zodat iedereen er getuige van kon zijn. En er waren concertgebouwen. Waar nog echte instrumenten bespeeld werden. Waar muziek ons in vervoering bracht. Kippenvel bezorgde. En er waren plekken waar jij als kind en volwassene terecht kon... omdat je wilde leren dansen, toneelspelen, schilderen of muziek maken. Voor alle rangen en standen. Niet alleen voor de rijken, niet alleen voor de elite. En mensen die geboren waren met een talent... Hè, daar konden ze niets aan doen, dat was ze gegeven. Dat drong zich aan en op. Dat waren dappere mensen die... ondanks de enorme onzekerheden hun hart volgden omdat het niet anders kon. Zij waren degene die met jarenlange training en oefening ons iets wilden geven. Zodat wij konden dromen, verbeelden, bezinnen. Zij waren degene die in staat waren ons te troosten met woorden, klanken of beelden... die we zelf niet konden bedenken, maar wel precies ons gevoel weerspiegelden... op het moment dat we daarnaar op zoek waren. Zij zorgden voor nuance, voor frictie. Ze gaven Nederland kleur. Papa, en waarom bestaat dat niet meer? Tja... zegt de vader. Er waren mensen die dachten dat cultuur het beste bestempeld kon worden als een hobby. Die mensen die werden niet gedreven door een talent wat zich aan hen opdrong, hè, waar ze uiting aan moesten geven, maar door een blinde ambitie om geld te verdienen. Zij konden zich niet voorstellen dat je iets wilt doen om de wereld mooier wilt maken zonder dat je daar rijk van wordt. En dat niet alles in het leven draait om geld verdienen. Kijk, maar om cultuur toegankelijk te houden voor iedereen, net als onderwijs of gezondheidszorg, hadden de mensen met talent een beetje hulp nodig. Het was alleen heel moeilijk om de noodzaak van cultuur uit te leggen. Het was er al zo lang dat we eraan gewend waren geraakt. Dat het er was en het leek vanzelfsprekend. Dus waarom konden die mensen met dat gegeven talent het dan niet gewoon zelf uitzoeken? En wat gebeurde er toen? Vraagt het meisje. Nou, cultuur werd langzaam onbetaalbaar. En dus brokkelde het steeds meer af. Niemand durfde nog te dromen of te verbeelden, want daar was geen ruimte meer voor. Nederland verloor langzaam zijn kleur, want... er was geen plek meer voor nuance of lef. Alles begon op elkaar te lijken, omdat niemand meer risico durfde te nemen.
en er ontstond niks nieuws. We bleven steken in het verleden. De pasfoto van Nederland vervaagde op zijn paspoort. Nederland verloor zijn identiteit. Langzaam werd het grijs. Papa, als ik droom hoor ik muziek die ik nog nooit heb gehoord. Zie ik schilderijen die ik nog nooit heb gezien. Proef ik woorden die ik nog nooit heb gezegd. En heeft Nederland weer kleur. Hoe kan dat dan? Vraagt het meisje. Omdat ze talent en verbeeldingskracht niet van ons af kunnen pakken. De kans om het met iedereen te delen, helaas wel. Wauw. Ja, Mike, daar is niets aan toe te voegen. Dat waren buitengewoon mooie, indringende woorden. Oké. Heel mooi. Dank je. Mike Weerts, hoeveel komen er nog bij? Want dan hebben we een tussenstand. Nou, in ieder geval mijn vrouw, mijn twee kinderen. En ik dacht, het is heel goed om de kinderen in de klas van mijn kinderen erbij te betrekken. Dus dan komen we op 30 en 25. Dat is 55. En mijn vrouw is 56 en ik is 57. 57. 57. We doen het voor. Okay. We zitten erbij. 57. Okay. Dankjewel. Dank je. En natuurlijk daar, hè? Ja, ga ik doen. Ik ga tekenen. En ik hoop dat Nederland kleur houdt. Ik hoop het ook. Ja, dat hopen we met z'n allen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, wij zijn aan het einde gekomen. En heel eventjes naar de tussenstand kijken. 352.402 het aantal deelnemers. Deze vijfde dag van Cultuur in Actie zit erop. Met allerlei fantastische gesprekken hier aan tafel. Morgen, 10:00 in de ochtend, gaan we gewoon verder. Nog 2 dagen. En dan staan er natuurlijk weer een heleboel mooie gesprekken op de rol. Ik heb daar een paar hier voor mijn neus. Minnie van Minnie en Maxi, Karel de Rooij, Stanley Burleson, Marcel Visser en Sanne Wallissen-Vries. Maar nog veel meer, weet ik uit Betrouwbare Bron. En de presentatoren morgen, want gewoon om 10:00... zit hier weer iemand fris en fruitig? Is het hier ook weer helemaal schoongemaakt? Want dat gebeurt alsmaar tussendoor. Splinter Chabot, daarna Eschouet en Richard Groenendijk. Wat mij betreft ongelooflijk leuk dat u luisterde. Ik vond het eervol hier te zijn en heel graag tot morgen. En ik ga tekenen.